Hein van Hazenbroek, vorige wedstrijd 0-1 op Bergen. Hoe blik je terug op die overwinning? Oh, met heel veel tevredenheid uiteraard. We wisten dat het een moeilijke opdracht ging worden. Iedereen nam het voor normaal dat je daar gaat winnen, maar zo normaal is het niet. En het feit dat we daar 3 punten meebrengen is fantastisch. We hebben onze reeks kunnen verder zetten en eerst de moeilijke opdracht volbracht. Ik denk dat het vooral spijt is rond de 60e minuut dat ik een goede kans krijg en dat de wedstrijd niet beslist wordt daar. Maar oké, we nemen de 3 punten mee uit Bern en dat is het belangrijkste. We hebben nu een 12 op 12. Ik denk dat dat geleden is van 2007, 2008 of zo. Dat is wel speciaal voor KV Kortrijk. Ja, zeker. Het is zo als je wil meedoen voor play-off 1 dan. Dat is toch onze ambitie. Dat je reeks moet kunnen neerzetten. En nu zijn we bezig met een 12 op 12. Dus het is aan ons om gewoon verder te doen op ons elan eigenlijk. Hè. Ja, het is wel schitterend dat wij nu 4 keer na elkaar winnen. We zijn echt wel in de winning mood. Ja, oké. Dat gebeurt niet zo vaak, dus met een aantal prachtige prestaties daarin toch. Maar oké, de wedstrijden volgen elkaar heel snel op, dus we moeten klaar zijn voor de volgende. Ja, we spelen nu op Genk. Je noemde Genk waarschijnlijk wel de best voetballende ploeg van het land. Als je heel het seizoen bekijkt, zou ik zeggen ja, waarschijnlijk wel. Nu de wedstrijd op Club Brugge, vond ik dat Club Brugge de tweede helft op zijn minst... Eigenlijk beter was zelfs. Alleen de kansen niet afmaakt. Maar oké, ze pakken punten. Ze hebben een doelman die er staat wanneer hij er moet staan. Die al veel punten heeft gepakt ook. En dat heb je wel nodig als je bovenin wilt meedraaien. Dus het wordt een moeilijke opdracht. Ja, ik denk dat het gewoon een heel volwassen ploeg is. Dat zal lange tijd ook samenspelen. Ik heb ze zien spelen nu op Club Brugge. En eigenlijk spelen ze geen superwedstrijd, maar ze winnen wel 0-2. Dus het is een ploeg die hier staat en die zeer efficiënt is. Ze hebben eigenlijk een beetje alles is aanwezig in die ploeg. Het voetballend vermogen ook. En ik denk dat het sowieso een moeilijke wedstrijd zal worden. Maar oké, we moeten er gewoon in geloven en in onze kans van daar. Het wordt een moeilijke opdracht, maar in het verleden hebben we daar al wel eens punten gepakt. Hè? Dat is ondertussen al een tijdje geleden, maar we hebben daar inderdaad al punten gepakt. Dus laten we zeggen dat het niet is zoals bij Mons, waar we nog nooit gewonnen hadden buiten in de beker. Maar het blijft moeilijk. Het is veel moeilijker uiteraard dan aan Mons gaan.